Deze keer gaan we de, de afdekkappen voor de kattenbakken afmaken. Is niet heel veel werk meer hè. Eventjes uh, die plaatjes stofferen, die houten platen, schilderen. Dat heb ik niet gefilmd, heel dat schilderen. Want dat is gewoon maar eventjes rollen hè. MDF, vergeet niet, moet wel uh, goede grondlak hebben voor MDF. Want anders gaat dat niet werken. Ik heb wel eens anders geprobeerd, werkte niet. Dus, en dan zetten we ze in elkaar. En dan komen ze op de plek staan. Kun je het eindresultaat zien. Welkom bij Harry de Ferryman en we gaan eens snel beginnen. En we beginnen met de bovenste plank te stoffen. Iets wat ik ook al jaren niet meer gedaan heb. En die brandweerwagens deden we er nog wel eens. Gewoon uh, ja, hout bekleden met uh, miststof. Dat is gewoon vloerbedekking. Dus ik smeer nu de plank in met uh, bison Het is gewoon contactlijm. Nou, ik smeer altijd eerst de lagen die het uh, minst had, uh, de lijm opzuigt, dan moet je kwartiertje drogen. En dan kun je hem erop leggen en dan komt hij ook niet meer los, ook niet. Het is echt een geweldig spul. Wel voor zorgen dat je de deur en de ramen open hebt staan. Want anders worden we wel heel erg vrolijk. Dus, het is goede lijm. Hier de randjes weer in, uh, ja die laten geen kwartier uh, wachten hè. Dus ik vouw ze gewoon eromheen. Dus de zijkantjes had ik wel alvast ingesmeerd dat die aangedroogd zijn. Want het is mooi van die contactlijm, dan zit hij meteen vast. De, de bovenkant, of de onderkant eigenlijk, die ik nu doe, niet. Maar aankloppen, meteen op het frame leggen en dan komt dat ook goed. Nou, zo moet ik er nog drie doen. Het, is, ja, van eigens, het snijdt van eigen die vloerbedekkingen. Het is een klusje niet bij nadenken, gewoon aan beginnen. Eh, die drie plankjes. Ik ga wel eh, heel die een emmer eh, tiks op. Hè. Er is 3,5 eh, kilo op gegaan, dus een emmertje van eh, een liter. En deze streentje van 2,5 liter. Dus allemaal op. Met drie plaatjes. is niet goedkoop die tiks. ...maar wat ik zeg, het werkt fantastisch. En smeren dat je kan. Heen. En nou weer een kwartier, dat is het nadeel van de spullen. Een je wachten, ik heb een koffie op die dag. Het lijkt nou net of het er één keer door gaat, maar dat is niet. <laughs> Lang leven het knippen. Ja, de binnenkant dan even smeren. En dan is dat alweer voor elkaar. En dan schroef ik ze gewoon vast. Dus aan de vreempjes: zes schroefjes per plank erin. En dan zit het ja, in principe vast, zat. we gaan er niet meer slepen en hier staan ze. De voorkantjes heb ik uh, al geschilderd. Eerst de grondverf erop. Uh, witte primer is speciaal voor MDF. Daarna hebben we de voorkant grijs gemaakt. De achterkant hebben we gewoon alleen in de primer. Die zien we toch nooit meer terug. Zit aan de binnenkant. beetje high tegenaan. En hup, het is klaar: meer is het niet. Hè? Lijm erin niet te veel erin, spuitenlijmen, want dan komen het er aan de voorkant uit. Heel er een hoop werk mee. De wilde niet de zijn best zwaar geworden. Viel me eigenlijk nog wel tegen, die frames. Dus ik heb ze ook eh, niet zo naar eh, binnen gedragen. Ik heb een steekwagentje gepakt. Ik zeg, want dan gaat het niet worden. Een eerste kleine. En zo alle drie naar binnen toe. De in. Ik kan jullie zeggen, katten zijn er blij mee. En jongens, wat denken jullie ervan? Hier kunnen de daar staat een kattenbak onder. Kunnen erop klimmen. Daar staat er één onder. Ik robbelt onze de, onder de En daar staan twee kattenbakken onder. Staan ze mooi uitzicht. Helemaal top. Dit was een heel kort filmpje. Uh, meer is er ook niet over te vertellen. Hè. Uh, ik ga hier de rommel in de serre opruimen, even stofzuigen doen, al die spulletjes aan de kant gooien. Uh, ik wil je bedanken voor het kijken, vragen, opmerkingen hieronder en ik ga afsluiten zoals ik altijd doe en dat is zoals we in Brabant zeggen: houdoe.